Dit is Ank. En dit is haar man, Ron Tol. Dit is hun motorschip, een fraaie linzen. En met zilver, zoals ze hun schip liefkozend noemen, zwerven de tolletjes maandenlang door binnen- en buitenland. Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren? We gaan, onze plannen, gaan we eerst het wat op. En dan bij de Noeven eruit en naar Hallingen. En dan door naar Delfzijl en Duitsland in. En dan willen we bij Papenburg de Meijerwerf bezoeken voor die cruiseschepen. En dan komen we in Nederland wel weer in en zakken we af naar Zierikzee. En dan daarna nog België en Frankrijk en weer Duitsland natuurlijk. Ank, hoe zijn jullie motorbootvaders geworden? Want jullie oorspronkelijk waren jullie duikers. Ja, dat komt eigenlijk omdat we lid zijn geworden van de Langendijken Vaarclub. En wij hadden nog een boot, een polyesterboot op een trailer. En krap, want de mensen hadden allemaal dit soort schepen en lekker op slapen. En toen hadden wij zoiets van, wauw, dit is echt wel wat voor ons ook. Als je wat ouder bent, is dat gewoon heel luxe. Dus toen hebben we dit schip gekocht en konden we een mooie polyesterboot ook verkopen aan de vorige eigenaar. En zo, bevalt prima. En nu leven jullie bijna aan boord, hè? Ja, 5 maanden nu, hè. Het is wel leuk aan het motorbootleven. Maar vooral vrijheid. Je staat op wanneer je wil, je vertrekt wanneer je wil, je bezoekt wat je wil. En je komt de meest gekke dingen tegen, leuke dingen tegen. Je hebt zon en regen en alles wat erbij hoort. Dus vrijheid, blijheid. Wat hebben jullie gedaan om dit schip geschikt te maken om lang mee te kunnen varen? Eigenlijk viel dat wel mee. Wat we wel gedaan hebben is zorgen dat er voldoende elektriciteit aan boord zit. Dus er zijn nogal wat accu's bijgeplaatst en zonnepanelen om het op te laden en dat soort dingen. En voor de rest eigenlijk weinig, want hij was al compleet. En alle meters die je nodig hebt om te varen, die zitten er dan op. Het idee van jullie reisplannen, hoe ontstaan die? Eerst gaan we kijken van wat zullen we nou weer eens doen. Dat duurt meestal, is dat de laatste week dat we nog aan boord zijn. Dan weten we eigenlijk wel een beetje welke kant we op willen. En dan gaat dat in PC Navigo en dan kijken we wat voor leuke plaatsen we tegenkomen. Of waar wat te bekijken is. Of we gaan ook vaak op zoek naar dingen wat mensen helemaal niet weten. En daar gaan wij nou juist naar op zoek. Het maakt het een beetje anders dan anderen. Zijn er wel dagen aan boord waarvan je denkt, ik had liever thuis gezeten? We zaten op de Elbe, vlakbij de Tsjechische grens. Dan werden we wakker en toen was het 8 graden. En dat was nog echt in juni. Ik dacht eerst dat we een verkeerde kalender hadden. Dat had wel wat hoger gekund in juni. Dus op dat moment denk je van thuis is dan ook wel lekker. Geweldig. Nog wel eens de neiging om even overboord te springen om even onder water te kijken? Nou, niet meer. Wel 20 jaar gedoken, nog langer geloof ik. En ook fanatiek, bijna elke week lagen we wel ergens te spartelen. Maar die drang kan ik nou rustig bedwingen. Nou, jullie hebben nog hoop te doen. Ga lekker aan jullie boot knutselen verder om de reis te maken. Zeker. En we gaan jullie de komende maanden volgen. Oké, lijkt me gezellig. Zo.